Hij stond er nog enigszins beduust bij, Ron Rovers. Met dit boksapparaat liet hij 4 concurrenten achter zich. En dat waren niet de minste. Universiteiten, sportbonden en internationale bedrijven ontwikkelden de nieuwste snufjes op sportgebied. Maar wie ging er met de prijs vandoor? Totaal niet verwacht en daarom ook even sprakeloos geweest. Als je DSM ziet met ingenieurs, research teams, dat soort dingen. En als wij dan als klein sportschooltje. Dus dat is helemaal te gek. Het boksapparaat bestaat uit een stootkussen met sensoren. Het apparaat meet de reactietijd, conditie en de snelheid van de bokser. Op deze manier kan de trainer beter inschatten hoe de bokser ervoor staat en wat er nog verbeterd kan worden. Nou, hebben ze een zware wedstrijd gehad. Misschien 8 tellen gehad. Hè. Neergaan wil ik er helemaal niet aan denken. Maar is hij voldoende om volgende week een nieuwe wedstrijd te kunnen boksen? Nu, kijk, een bokser zegt altijd ja. Maar nu kan ik in hem kijken. Is het verantwoord om de volgende aan te gaan of is hij nog niet hersteld? Inmiddels werken al een aantal bekende boksers met het apparaat. En ook deze krachtpatser, John Rovers, de zoon van Ron, traint ermee. John, wat heb je nou aan zo'n ding? Heel veel. Voor mijn conditietraining. En startsnelheid. Dat is beter als een gewone zak, waar ik het zelf kan bepalen. En hier kan ik niet smokkelen. Nu rest de kerstverse winnaar nog 1 ding. En dat is zijn product op de markt proberen te brengen. Ja, dat zou ik prachtig vinden natuurlijk. Als dadelijk een hele hoop mensen van mijn apparaat plezier hebben. Super.